Hi allemaal, welkom terug bij een van de filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een stenen shoplog. Namelijk een tijdje geleden had ik al een bonusvideo gemaakt op de dinsdag. Waarin ik allemaal stenen, mineralen, kristallen, hoe je het ook allemaal wilt noemen, unboxte. En jullie reageerden hier echt heel erg tof op. Dus vandaag ben ik er weer, want ik ben weer losgegaan. Ik heb hier namelijk weer een doos vol met allemaal prachtige stenen van Standing Crystal Stone. De vorige keer had ik al uitgelegd, ik hou ook van de website, maar waar zij echt het beste in is, Diana, haar Instagram is zo top. Want daar ze doet ze één keer in de zoveel tijd een live sale. En die kun je dus bijwonen en dan kun je kristallen live kopen. Voor alle regels, hoe het werkt, wanneer er weer een live sale is, moet je even op haar Instagram kijken. Maar vandaag ga ik met jullie doornemen wat ik de afgelopen keer met de live sale heb gekocht. Ze had dit keer echt heel veel mooie dingen die precies in mijn interieur passen. Dus daar was ik heel erg blij mee. Verder ook heb ik dit keer echt super goed research gedaan, jongens. Want ik heb alle stenen opgezocht, gekeken wat het doet, zeg maar, waar het goed voor zou moeten zijn. Een kleine disclaimer, ik koop zelf geen stenen omdat ik geloof in de bijwerking of zo. Als het wat doet, helemaal top. Ik koop ze zelf voornamelijk omdat ik ze gewoon mooi vind. Maar voor de mensen die daar wel geïnteresseerd in zijn, heb ik dat allemaal opgezocht. En dat ga ik er dus ook eventjes bij vertellen voor als je interesse hebt. Met dat allemaal gezegd hebben, voordat we in deze doos gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren, dat is hier beneden. Maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En nou, als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu overal in gebruiken. Ik heb er super veel zin in. Oké, laten we eens even met deze twee beginnen. Zoals je kan zien, heb ik deze al opengemaakt. De afgelopen keer had ik alles netjes dichtgelaten, maar ik had afgelopen week echt een rotweek, jongens. En ik keek zoveel uit hierna. En ik wilde gewoon echt even de plezier van deze stenen hebben. Dus ik heb alles al bekeken. Ik heb het wel weer netjes teruggedaan voor deze video. Maar als eerste heb ik twee roze amethyst obelixen gekocht. Lijkt oh, kijk hier naar. Dit is echt waar ik mee obsessed ben. Het is een echt die perfect blush roze. Beetje dat oud roze kleurtje. Laten we als eerst even naar de grootte kijken. Want deze is gewoon stunning. Wat ik heel erg tof vind is dat als je hem draait, dat elke kant zo anders is. Hij heeft een paar druzy pockets, als ik het goed heb. Dat zeggen ze altijd in de live sale. Eigenlijk wat dat betekent is dat er zeg maar van die gaatjes in zitten. Waar je heel goed de stenen in kan zien. Wat er echt heel erg mooi uitziet. Verder ook heeft hij aan sommige kanten hier zo, valt mij echt heel erg op, heeft hij echt in één keer een stuk grotere. Ja, jongens, ik ben hier geen specialist in. Ik vind het vooral mooi. Maar dan heb je meer wittige, grotere stukken steen. Het is gewoon gorgeous. En daarnaast, in het echt, ik denk dat het heel moeilijk wordt om dat vast te leggen. Maar in het echt zitten er allemaal kleine glittertjes overheen. Dus naast dat het gewoon mooi sparkelt, zitten er ook allemaal glittertjes in. En ik heb dus ook een kleiner zusje hiervan. Was dit nodig? Absoluut niet. Ik moet zeggen, ik haal wel heel erg veel plezier om deze dingen in mijn interieur te zetten. Maar ja, ik had het natuurlijk niet twee nodig, maar ik vond deze gewoon intens mooi. Dus ik heb een grotere en een kleinere hiervan. Roze amethyst geeft een sterk gevoel van vrede en kalmte. Dat was wat ik erover kon vinden. Alles wat ik zeg komt van Google, dus als ik iets verkeerd heb, geef Google de schuld. Niet mij. Maar ja, echt heel erg mooi. Echt zo blij mee. Dan ook, dit is volgens mij de kleinste steen die ik vandaag aan jullie ga laten zien, die ik heb gekocht. Maar denk ik ook mijn favoriet. Namelijk deze. Ze had hem al een tijdje geleden gepost op haar Instagram. En toen ik die foto zag, had ik echt zoiets van, ik heb deze zo hard nodig in mijn leven. Als je me al langer kijkt op mijn kanaal, weet je dat ik een obsessie heb met manen en sterren. En dit is dus echt gewoon geweldig. Dit is een bergkristal. Die is geslepen alsof het de maan is. En het is zo freaking gorgeous. Het gekke is namelijk ook, nu ik hem ook zo hier voor mijn lamp zie, hij heeft haast een beetje de neiging alsof het lijkt dat hij licht geeft. Wat zo cool is. Zelf ben ik van plan om deze in een standaard te gaan doen. Want ik heb meerdere van die standaarden waar je bollen in kan doen. Ik denk dat die er dan echt geweldig uit gaat zien. In een kleiner standaard. Zoals ik net al zei, is dit een bergkristal. En deze steen staat bekend om zijn geneeskracht. De steen werkt zuiverend, vitaliserend, brengt het lichaam in balans. Nou, dat klinkt natuurlijk helemaal toppie. Ik vind hem vooral echt zo ontzettend cool. Ik kon deze oprecht gewoon niet uit mijn hoofd krijgen nadat zij hem had gepost op haar verhaal. Ik ben hier obsessed mee. Dit is echt alles wat ik wil in mijn leven. Het is een maan waar ik obsessed mee ben. En het is een steen waar ik obsessed mee ben. Dus ik ben helemaal blij. Dan ook, en jongens, deze is zo
prachtig. Dit is een agaat obelisk. En kunnen we gewoon eventjes hebben over hoe gorgeous deze is? Agaat werkt aardend, stabiliserend en beschermd. Werkt kalmerend, laat je veilig voelen en zorgt voor zowel geestelijke als emotionele rust en balans. En ik vond deze gewoon zo ontzettend mooi. Want aan de achterzijde is het dus een obelisk. Zeg maar zoals de roze amethyst die ik hiervoor ook liet zien. Maar aan de voorkant zit dus echt gewoon zo'n heel groot gedeelte met hele grote mooie kristallen. Als een soort van inham. Toen ik deze zag raakte ik gewoon op slag verliefd. Voornamelijk ook omdat deze in meer bruinige kleur was. Ze hadden met de live sale ook meer die zeg maar wit-blauwig waren. Die vond ik ook echt heel erg tof. Begrijp me niet verkeerd. Alleen mijn interieur is meer ja natuurlijke tinten. Ik heb geen blauw in mijn interieur. Dus toen ik deze zag dacht ik echt, oh, deze past er perfect in. En hij is gewoon echt stunning. Ik hoop dat ik hem goed kan filmen. Want als hier licht op valt, jongens, hij sparkelt echt de pan uit. Heel, heel erg blij mee. Eén van mijn favorieten. Ik denk dat ik dat letterlijk over alles ga zeggen wat ik uit de doos haal. Voor het geval je het nog niet door hebt, ik word zo blij van kristallen en edelstenen, mineralen, hoe je het ook wil noemen. Ik word er altijd zo intens gelukkig van als ik dit zo'n pakketje van Diana van Standing Crystal Stone binnenkrijg. Ik heb er gewoon zelf voor betaald. Ik word er gewoon intens blij van. Dan ook, en dit is wel grappig, volgens mij komen deze ergens anders vandaan. Ik ga het zo uitleggen. Maar ik heb ook deze twee roze amethyst torentjes. Dit zijn torens. Punten worden ze ook wel genoemd. Ze worden overal in andere webshops anders genoemd. Die andere die ik dus net liet zien, die obelisken, zijn dus ook een roze amethyst. Maar je kan duidelijk zien dat deze een wat andere kleur hebben. Ik weet niet of deze uit een ander land komen. Ik moet eerlijk zijn, zo goed heb ik nou ook weer niet opgelet met de live sale. Maar hoe gorgeous zijn deze? De grootste van de twee is echt de meest prachtige kleur roze. Is heel licht, een beetje peachy roze. En deze is voornamelijk gewoon een geheel en heeft heel veel kleine glittertjes eroverheen. Die obelisken hadden zeg maar ook meer dat je grotere stenen ertussen zag zitten. Dat hebben deze niet, maar wel die hele kleine mooie sparkles er helemaal overheen. Ik zeg het maar gewoon eventjes nog een keer voor het geval je het was vergeten. Voor deze geldt dus ook, dit is ook een roze amethyst, dus die heeft dezelfde werking. Geeft een sterk gevoel van vrede en kalmte. Ik hou gewoon van roze, daarom ben ik ervoor gegaan. Echt niet normaal. Ik heb gewoon 4 van deze gekocht, maar ik had nog geen roze amethyst. En ik raakte gewoon op slag verliefd. Dit is precies mijn kleur. En ook heb ik deze een beetje vergelijkbaar. Iets kleiner. En deze heeft een meer paarsrozige kleur. Heel, heel erg mooi. En deze heeft iets minder glittertjes eroverheen dan de roze variant. Maar die heeft het ook. Wel heeft deze weer van die druzy pockets erin zitten. Echt heel erg fan van allebei. Heel erg mooi. Ik heb echt zoveel zin om het overal neer te gaan zetten. Zeker straks met ons nieuwe huis. Weet je, dan hebben we echt gewoon 4 verdiepingen die ik overal stenen kan neerzetten. Ik kan niet wachten. Dan ook, deze ben ik helemaal vergeten om mee te beginnen. De vorige keer begon ik hiermee. Maar Diana doet er altijd zo'n schattig zakje bij met haar kaartje. En er zitten altijd wat steentjes in. Ik heb dit keer 2 kleine oranje-rode steentjes gekregen. Ik weet dus niet wat voor soort steen dit is. Ziet er wel echt heel erg mooi uit. En verder 2 puntjes wierook. En ditmaal heeft ze ook de armband erin gedaan die ik had besteld. Namelijk, ze had wat armbanden. En ik vond deze persoonlijk heel erg mooi. Want heeft een beetje zo'n peachy roze-oranje kleurtje. Deze armband was trouwens maar 5 euro. Hoe perfect gaat dat met mijn outfit vandaag? Ik denk dat ik hem gewoon zo omlaat. Deze armband is gemaakt van oranje aventurijn. Deze steen stimuleert de doorbloeding, maakt opgewekt, vrolijk en ontspannen. Nou, dat klinkt helemaal goed, want ik heb een beetje ontspanning nodig in mijn leven. Nee, maar oprecht, ik vind deze echt heel erg mooi. Ik ben niet echt een armbanddrager, moet ik heel eerlijk zijn. Maar ik wil het wel meer gaan doen. En ik moet zeggen waar ik heel erg aangenaam door verrast ben. Hij is best wel perfect in maat. Ik ben normaal gesproken iemand die niet echt heel erg goed volwassen mensen armbanden past. Dat komt gewoon omdat ik hele dunne polsjes en enkeltjes en zo heb. Verder ben ik nergens klein. Verder ben ik best wel dik. Maar mijn polsen en enkels, daar zit geen vet. Dus vaak zijn zulke armbanden veel te groot voor mij. Maar deze zit gewoon echt gewoon goed. Hij kan wel een beetje naar beneden, maar echt top. Ik heb echt in lange tijd niet een armband gehad die me zo goed paste. Dan de duurste steen die ik jullie vandaag ga laten zien. Dit was niet echt de bedoeling, maar ik vond hem zo tof, jongens. En ik wilde hem al een tijdje, heel eerlijk gezegd. Ik had hem al vaker voorbij zien komen op verschillende Instagrams. En dat is namelijk een holiet, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd.
Kijk naar deze big boy, jongens. En hij lijkt haast, zeg maar, nep. Ik weet dat hij niet nep is, maar hij is zo zwaar. Dus daardoor weet je ook dat het echt is. En als je echt goed kijkt, zie je ook echt dat het gewoon een steen is. Maar van veraf lijkt het haast nep. Zo mooi dat het nep lijkt, zeg maar. Maar hij is echt intens zwaar. Het is echt een workout om deze omhoog te houden. Dit is dus een holiettoren. Werkt kalmerend en versterkt positieve eigenschappen. De steen helpt de drager woede en boosheid onder controle te krijgen en minder kritisch te zijn. Nou, echt waar. Dat wist ik dus helemaal niet, totdat ik het had opgezocht. Maar niks past op dit moment oprecht beter bij me. De laatste tijd ben ik echt heel streng, vooral voor mezelf. En iedere keer best wel boos op mezelf. Dus misschien onbewust voelde ik me toch aangetrokken tot deze steen. Want ja, hij slaat wel een beetje, zeg maar, de spijker op zijn kop. Maar ik vind hem vooral zo ontzettend mooi, jongens. Het heeft een soort van marble effect. Ja, past perfect in ons interieur wederom. Echt gewoon de combinatie als je ze zou neerzetten, weet je wel. Ik doe ze vaak dan met twee kleinere bijvoorbeeld. Dat je een soort van driespeling krijgt op een kast of zo. Het ziet er zo mooi uit. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. Dit is echt een big boy. Ik ga hem nu naar beneden doen, want anders heb ik morgen spierpijn, want hij is echt zwaar. Dan ook, en deze is zo cute. Dit was wederom niet echt iets waar ik mijn ogen op had voordat de live begon. Er waren een paar dingen die ik echt wilde hebben, maar dat was deze eerlijk gezegd niet. Maar ik denk dat deze ook perfect in zo'n standaard kan, waar ik ook bij een bol op de kast op heb staan. Ik denk dat dat er heel cool uit gaat zien. Ik zal trouwens wel even een fotootje in beeld brengen nu, want ik praat er iedere keer over, maar jullie weten helemaal niet. Sommigen, als je me niet op Instagram volgt, dan weet je niet hoe dat eruit ziet. Daar heb ik hem al best wel vaak gedeeld. Maar het is zo'n gouden houder waar je bollen in kan doen. En ik vind dat er zo tof uitzien. Dus ik dacht, deze is daar ook perfect voor. Dit is namelijk een agaat hart. Hij is bruin met, ja, een beetje ecru, wit. Hij is zo ontzettend mooi. Ik vind ook echt het middengedeelte heel erg tof. Hoe die, zeg maar, van bruin overgaat naar wit. En aan de voorkant is het gewoon echt Sparkle City. Deze glinstert het meest van elke steen die ik jullie vandaag heb laten zien tot nu toe. Volgens mij komt er niet eentje die deze nog gaat overtreffen, maar ik vind deze zo gorgeous. Wederom, toen ik deze dus zag dat ze hem oppakte, had ik zoiets van, heb ik nodig. Dat is niet zo goed aan die lifestyle. Daardoor koop je altijd meer dan je nodig hebt. Maar ja, I don't care. Ik word er gewoon heel erg blij van. Dit is dus weer een agaat. Werking heb ik dus al van gezegd. Maar ik zal het nog eventjes een keertje voor jullie doen. Werkt aardend, stabiliseert en beschermt. Werkt kalmerend, laat je veilig voelen. En zorgt voor zowel geestelijke als emotionele rust en balans. Klinkt heel erg mooi. Ik vind hem echt prachtig. Deze is dus ook heel toevallig eigenlijk. Ja, niet heel toevallig. Ik voel me daar gewoon tot toe aangetrokken. Dit is dus de andere agaat. De obelisk. En ja, ze zijn dus allebei bruin met wit. Dat is gewoon wat ik mooi vind. Dan ook, en ik weet niet of dit een foutje bedankt is van Diana, maar ik vond ook deze in mijn doosje. Deze heb ik niet besteld. Dus ik weet niet of ze het erbij heeft gedaan als presentje of als foutje. Maar volgens mij, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb geen idee. Of het is bergkristal, of het is van die spirit quartz lijn die ze destijds met de vorige lifestyle had. Daar heb ik toen de paarse van gekocht. Maar daar had ze toen ook witte tussen zitten. Dus ik weet niet of dit van de spirit quartz is, of een soort bergkristal of zo. Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik het mooi vind. Hier heb ik dus geen uitleg van of zo. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik had deze niet verwacht in de doos. Nou, dat waren dan alle kristallen die ik deze keer bij de laatste live sale had gekocht. Ik ben er echt intens gelukkig mee. Ik hou van de sparkles. Ik heb er nu aardig wat al in huis staan. Niet deze, maar zeg maar van de afgelopen keren. En ik geniet er gewoon persoonlijk echt intens van. Ik vind het zo mooi. Ik vind dat het zo mooi staat in je interieur. Verder trouwens ook wil ik zeggen, super bedankt voor alle abonnees die tijdens de live sale ook erbij waren gekomen. Dankzij mijn vorige video. Ik vond het echt heel erg leuk om jullie allemaal te zien in de reacties. Super tof. En ik hoop natuurlijk ook vooral dat jullie het weer leuk vonden om deze unboxing te zien van de stenen. Ik word er gewoon heel erg blij van. En als bonus video op de dinsdag is het ook niet zo van dat jullie zo zijn van, ja, mij boeit het niet. Je hoeft het dan niet te kijken als je niet wilt. En je krijgt alsnog de 4 normale video's. Dus ja, als 5e video een extraatje. Zoals altijd zal ik zowel de website en de Instagram van Standing Crystal Stone hier zo onder in de beschrijving laten. Mocht je nou interesse hebben, ik word hier niet voor betaald. Ik vind het gewoon een heel leuk bedrijf en ik geniet er gewoon intens van. Vandaar dat ik het met jullie wil delen. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was dan voor deze video. Ik hoop heel, heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat er vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!
on the dizzying high.